alles is keuze. Alles, alles, alles wat er gebeurt is uiteindelijk een keuze. En we leven allemaal, ik heb het zelf ook heel lang gedaan, we leven in een slachtoffermentaliteit. Ik ben heel lang slachtoffer in mijn relatie met mijn ex geweest. En dan ga je ook op een bepaalde manier ga je gedragen. En dan, ik weet dat Byron Katie in haar boek Loving What Is stond een heel mooi voorbeeld, want het was precies van toepassing op wat er bij ons thuis gebeurde. Dan waren mijn kinderen naar school en dan was ik het huis aan het opruimen. Dan kwam ik in een slaapkamer en er lag overal rotzooi en kleren. En ik ben altijd de enige die aan het opruimen is en niemand doet ooit wat in huis. En dan was ik aan het opruimen en dan kwamen de jongens thuis uit school. En nou, dan had ik me zo oplopen winden de hele middag. Die kregen de wind van voren en dan wist ik van gedaan, dan hield ik nooit meer op. En zij schrijft in haar boek. Wie wil nou dat die kamer opgeruimd is? Jij of die kids? Kan die kids absoluut geen moer schelen of die kamer opgeruimd is of niet. Ik wil dat die kamer opgeruimd is. Dus wie moet die kamer dan opruimen? Ja, die voelt hem in de kamer. En ik, die moet ik opruimen. En wat is dan het gevolg? Ik ben niet meer in de slachtoffermentaliteit. Ik loop die kamer binnen, ik ruim die kamer op. Het is binnen 10 minuten gebeurd. Ik heb wat ik wil, een opgeruimde kamer. Ik ben vrolijk, de jongens komen thuis uit school. Niks aan de hand, blije, vrolijke moeder. Iedereen wint. Weet je? Dat was voor mij echt zo'n openbaring. En ik bedoel, ik kan op een gegeven moment haak ik af bij Byron Katie, want die gaat dan te ver. Maar ik heb haar vorig jaar in Amsterdam heb ik haar gezien. En dan stelt ze die 4 vragen. En die deed ze met een vrouw van wie de man zelfmoord had gepleegd. En die vrouw die zat daar dus en die zei van, die klootzak, weet je, het is een lafaard, hij is er tussenuit gepiept, hij heeft mij met de kids laten zitten en hij heeft zelfmoord gepleegd en dat moeten die kinderen verwerken en ik moet dat verwerken. En zij begint dan met die 4 vragen van is dat zo en is het echt zo en ik weet niet precies hoe ze dat doet. En aan het eind van het gesprek, die vrouw die huilde en die zegt, ze had alleen nog maar enorme bewondering voor wat haar man gedaan had, dat hij het aan had gedurfd om eruit te stappen. En dus, we zijn allemaal zo bezig om ons op te stellen als slachtoffers. In alles. Dat gaat gewoon zo ontzettend ver. En sinds ik uit die slachtofferrol gestapt ben, merk ik ook wat voor verregaande gevolgen dat heeft. Weet je, ook in dit hele gedoe met jeugdzorg en alles. Ik ben geen slachtoffer, ik ben nergens een slachtoffer in. Ik sta in mijn kracht. Dus, ja, dus dan wordt het, als je het op die manier gaat bekijken, dan wordt het niet meer te veel. En ik probeer ook niet alles te begrijpen. Ik heb er vertrouwen in. Ik weet dat ik vroeger altijd helemaal in paniek raakte, want er worden ieder jaar zoveel boeken geschreven. En nooit van mijn langste leven ga ik de tijd hebben om al die boeken te lezen of alles te weten te komen. En nu heb ik er vertrouwen in dat alles wat ik moet weten, dat dat naar mij toe komt, dat het op mijn pad komt. En dan kun je gewoon echt heel rustig en met nieuwsgierigheid kijken naar Wat hebben jullie mij, waarom zijn jullie vanavond gekomen, weet je? Wat komen jullie mij brengen? Wat kom ik jullie brengen? Wat geven we elkaar?